Jimmy Floyd Hasselbaink. Iedere week willen we in alle rust de wedstrijd voorbereiden, maar dat wordt u hier wel moeilijk gemaakt. Rust kennen we niet. Dat is onmogelijk. Gelukkig is er nog het weer. Ja, dat is prachtig. En je hebt gezien, we hebben goed getraind. En gelukkig is de vreugde er nog onder de jongens, alhoewel het heel moeilijk is. Niets dan lachende gezichten op het trainingsveld. Hasselbaink heeft er wat mentaal oplapwerk op zitten. Want het was nog maar eens een bewogen week op de Bosuil. Waarin deze keer het bestuur in de clinch ging met de supporters naar de vuurpijlen tegen STVV. Het verplante eraan is dat er niks gezegd is. Er is niks, ik weet van niks. Er is niet gecommuniceerd met mij of hoe dan ook. Dus ja, wij gaan gewoon door. Wij trainen gewoon keihard. En doen wat wij kunnen doen en wat wij kunnen beïnvloeden. En dat is het goed trainen en het goed werken. Een schijnbaar gefrustreerde Hasselbaink richtte zich de afgelopen dagen dan maar op het sportieve. Ja, je kan nu bouwen en je kan nu volgend jaar ken jij bovenin meespelen, denk ik. Met de juiste aankopen, met de juiste spelers erbij. En de juiste trainer? Ja, en de juiste trainer natuurlijk. Dat sowieso. Staat die voor mij? Dat is niet aan mij. Kijk, ik heb een contract tot het einde van het jaar. Nu voor zondag, wat verwacht u tegen RWDM Brussels? Nou, je moet van je eigen kracht eruit gaan en je eigen voetbal spelen. En daar zo door de wedstrijd proberen te winnen. Dan hopelijk 3 punten en een rustige week. Rustige week kan niet, maar 3 punten hopelijk wel.